We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Deze week is mijn uitblinker Lale Goel. Ze is 23 jaar. En heeft nu al haar naam gevestigd in de Nederlandse literaire wereld. Ik ga leven. Staat deze week in de top van alle bestsellerlijsten. Maar jij definieert de strijd zeg maar als vrijheid. Ja, vrijheid sorry. om te zijn uh, wie je wil zijn en, en wie ja. je zou kunnen zijn. Hè? Vrijheid om... Vrouw te zijn om, om, ja. om gelijke rechten te hebben als vrouw. Maar hij staat totaal niet achter de dingen die ik zeg en verkondig en schrijf. En hij vindt ook allemaal veel te ver gaan. En hij schaamt zich gewoon dood om bijvoorbeeld die expliciete scènes uh, die ik heb, uh, waarbij ik de liefde bedrijf, cetera. En daar, daar wordt hij dan op met zijn uh, eercultuur. Hè? En die andere kant van de bedreigingen, dat is natuurlijk. Dat is veel ernstiger. Hè? Ik bedoel, jij moet gewoon kunnen lopen, jij moet kunnen bewegen. Ze mogen het net ja. zo oneens zijn als ze maar willen, maar ze moeten wel van je afblijven. Ja, pas maar op en kijk maar over je schouder. En uh, ik weet je echt wel te vinden, dus dat soort teksten. Ja, die uh, liggen nu bij de politie. Uh, alleen dat is heel moeilijk, want de politie die kan niet zoveel. En die accounts zijn natuurlijk al verdwenen. En dat heeft ertoe geleid dat, dat, dat Femke Halsema uh, besloten heeft om mee te kijken. Te, ja, ja ik weet zeker. Niet, om jou te beschermen op welke manier dan ook, maar ze heeft ja. dat in ieder geval meteen gedaan. Wat heb je willen zeggen tegen je moeder met het boek? Ik heb haar willen confronteren met haar dominantie over mij. En dat zij mij heel veel. Uh, ...levensvreugde en geluk en vrijheid heeft gekost... ...doordat ik me alsmaar moest conformeren aan haar regels. Uh, en dat zij nooit begrip heeft gehad voor mijn gevoelens... ...en waar ik doorheen ging. En dat ik een dubbel leven moest leiden en alles geheim moest houden. Wie zet je in voor, 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 het, voor het autonome denken, voor het vrij kunnen denken... En dan aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat er conservatieven zijn in een land die mm. dat heel anders zien. Ja. ja, dat mag. Als ze mij maar met rust laten zeggen. Ja, oké, nou, maar, okay, maar, met rust, maar dat, dat is ook iets wat je volgens mij die mensen moet gunnen. Dat ze een tweede lale willen voorkomen en dat ze daarom nog erger op haar zullen zitten dat, dat zij het wel goed doet. Uh, dat is ook heel lang de reden geweest waardoor ik dacht ik moet niet de banden verbreken, ik moet niet met een oorlog het huis uit. Dan voor het lale mijn dochter zou zijn geweest. En ik zou jouw vader zijn geweest met hele constructieve gedachten. Mm -hmm. Ja, dan zou ik zoveel pijn voelen. En dan word ik dus constant naast haar, met haar vergeleken, van kijk, zij krijgt wel heel veel steun en jij niet. En soms denk ik wel van, ja, daar zit wel een punt. Uh, daar, ja, daar zit wel wat in, inderdaad. Ik zie het ook. Wilt u de hele podcast beluisteren? Ga dan naar decapitainelein.nl en word kapitein. En dan zeggen we tegen u: Molto Bondia, Capitao. Ik dank u voor het luisteren en hopelijk wordt u ook lid van onze beweging De Kapiteinenlijn. Tot snel.